Welkom bij Politiek Correct, het politieke programma van Regio TV Tiel. En vandaag is bij mij te gast Yvonne Strook van het CDA. Van harte welkom. Dankjewel. Ja. Wie bent u zoal en wat doet u hier in de gemeentepolitiek? Wie ben ik zoal? Nou ja, Yvonne, je zei het al, Yvonne Strook. En ik zit al 13 jaar namens het CDA Stem voor Tiel in de gemeenteraad. Ja, je noemt heel nadrukkelijk Stem voor Tiel. Ja. We hebben hiervoor ook elkaar even gesproken natuurlijk. Waarom Stem voor Tiel? Omdat wij een plaatselijke politieke partij zijn. Ja. En vaak is het het CDA, dat is landelijk. Nee, dat is absoluut niet het geval. Het is niet het Wopke Hoekstra belt wat jullie hier moeten gaan doen. Nee, dat zou een mooie bak zijn. Ja, dat zou een mooie bak zijn, ja. Je zit al, mag ik je zeggen trouwens, even in de politiek hier. Hè, 13 jaar vertelde je me net. Wat zijn nou dingen waar je in die 13 jaar enorm trots op bent? Ja, waar ben je trots op? Eigenlijk op een heleboel dingen. Met name de eerste beginperiode in de raden, die waren leuk. Als raad kon je met elkaar nog heel veel voor elkaar krijgen, omdat je samen wilde werken. En daarmee hebben we als raad heel veel mooie dingen voor de inwoners gedaan. Moet je denken aan bijvoorbeeld allerlei zaken rondom het opzetten voor senioren. Denk aan de zomerschool. Denk aan activiteiten allemaal voor senioren. Hetzelfde hebben we gedaan met jaarthema's voor jongeren. En ja, dat waren wel de mooie jaren. Ja. Nu hoor ik zeggen, dat waren de mooie jaren. Zijn er minder mooie jaren gekomen? Nou ja, de samenwerking is door de versnippering. Hè, de versnippering met dat je steeds meer politieke partijtjes krijgt. Eenmansfracties en politieke partijen die uit elkaar vallen. Ja, dat die versnippering je toch wel parten gaat spelen. Ja. En die samenwerking komt dat niet ten goede. Nu is hier een lokale partij de grootste. Maakt dat het lastiger? Nee, dat hoeft niet lastig te zijn. Kijk, in de beginperiode hadden we de Partij van de Arbeid, was de grootste partij. Dus nee, dat hoeft absoluut niet lastig te zijn. Nee. Het CDA is landelijk, jullie zijn lokaal natuurlijk, maar landelijk bestaat ook. Gaat het niet zo heel erg goed? Wat is jouw kijk erop? Hoe gaan jullie lokaal de mensen weer terug zien te krijgen? Ja, nou ja, lokaal hebben wij hier in Tiel eigenlijk met de verkiezingen behouden wat we hebben kunnen behouden. De twee zetels hadden wij en die hebben kunnen behouden. Ja, en landelijk, ja, daar hebben wij eigenlijk heel weinig invloed op. Ja. En dat is jammer, want het zou wel zo moeten zijn. Maar Wopke Hoekstra zegt dan van, we moeten meer luisteren naar het platteland. Nou, is Tiel wel een stad, maar omgeven door platteland. Dan spreekt hij toch ook in deze richting. Wat zouden ze dan kunnen doen? Ik denk dat het CDA vergeten is dat het een brede volkspartij is. En dat van onderaf gedragen werd. En wat je nu ziet gebeuren in Den Haag, en dat geldt niet alleen voor het CDA, maar voor heel veel landelijke partijen, dat men in Den Haag de focus op grote problemen heeft liggen en vergeet dat de mensen in de steden en in de dorpen en in het buitengebied hele andere problematiek hebben. En daar moet naar geluisterd worden. Ja. En mensen voelen zich vooral niet meer gehoord. Ja, voorzieningen staan onder druk. Exact. Hè? Als ik me iets herinner over Tiel is dat er ook best veel financiële problemen zijn geweest. En dat ging bijvoorbeeld ook over een zwembad dat heel moeilijk is om open te houden. Een bibliotheek. Is landelijk dat gewoon uit beeld verloren? Ja, er wordt landelijk eigenlijk niet meer gekeken naar wat er eigenlijk plaatselijk en op lokaal niveau speelt. En dat zie je langzaam maar zeker, zie je dat afkabbelen. Ja. En dat is heel erg jammer. Terwijl je in het verleden had je een breed gedragen partij waarbij iedereen zijn steentje bijdroeg. Ja. En het lijkt nu om een paar grote mensen te gaan in Den Haag. En ja, dat zou niet zo moeten zijn. Nee. Even terug naar lokaal. De burgemeester die gaat er vandoor, zal ik maar even zeggen. Jammer? Ja, natuurlijk. Ja, hartstikke jammer. Hij heeft in de afgelopen periodes heel veel voor Tiel kunnen betekenen. Ja. Moet een nieuwe burgemeester komen? Wat moet zo iemand hebben als het aan jou ligt? Ja, dat vind ik eigenlijk nog te vroeg. We hebben onlangs pas gehoord natuurlijk dat de burgemeester niet opgaat voor een vervolgtermijn. Dus ja, daar moet ik nog eens even heel goed over nadenken. En met mij natuurlijk ook mijn fractiegenoten. Ja. Ja. Beambieer je een plek in de sollicitatiecommissie, zal ik maar even zeggen? Nou nee hoor, dankjewel. Nee, bedankt. Nee, monnikenwerk. Ja. Dat is het zeker. En ja, politiek en ook een burgemeester, dat is best lastig vaak hoor. Ja. Ja. We zijn een jaar na de verkiezingen voor de gemeenteraden. We hebben nog een kleine 3 jaar te gaan. Mm-hmm. Wat zijn nou dingen waarvan je zegt, ik vind echt dat ik dat over 3 jaar met mijn partij voor elkaar heb moeten kunnen krijgen?
Ja, dat is een hele lastige, want je krijgt natuurlijk met twee zetels niet zo heel veel voor elkaar. Maar ik kan er wel aan toevoegen dat we op dit moment best wel behoorlijke dossiers hebben waar we met elkaar echt knopen moeten doorhakken. Ja. En dan moet je ook denken aan bijvoorbeeld een derde ontsluiting voor Tiel Passewaaij, hè, ja. Verbreding wel niet van de provinciale weg. Maar denk ook aan het huisvesten van arbeidsmigranten. Dat is ook nogal een hot item. Ja, woningbouw is hier ook een ding. Woningbouw, exact. Ga je bouwen voor jongeren, bouwen voor senioren. Waar moeten we voor bouwen volgens het CDA? Ja, voor allemaal eigenlijk wel. Ja, want iedereen heeft recht op een woning. Ja, maar ja. Kijk, in Tiel heb je toch ook best wel heel veel mensen van senioren leeftijd. Die graag zouden willen doorstromen. En daar is geen woning voor. Dus dan moet je ook denken dat je daaraan die mensen gaat voldoen, zodat die mensen kunnen doorstromen. Mm-hmm. Grotere woningen komen vrij, zodat anderen daar weer kunnen instromen. Ja. Dus ook daar moet je wat voor realiseren. Naast het bouwen voor jongeren, want dat is ook belangrijk. Die staan soms jaren op de wachtlijst en hebben geen kans op bewoning. Ja, ik geloof over de 6 jaar is de wachtlijst. Ja, dat is eigenlijk... Dat heb ik recent in de Gelderlander gelezen. Ja, ja, correct. Daarin lazen we ook dat de rijke Wassenaren naar Tiel aan het verhuizen zijn. Wordt u daar vrolijk van? Nou ja, dat heb ik niet gelezen, dat de rijke Wassenaren naar Tiel komen. Nou, bij wijze van spreken, maar mensen die hun huis met flink wat winst verkopen en hier in een goedkope huurwoning gaan zitten. Ja, dat vind ik dus geen goed. Dat vind ik niet goed. Nee, dat soort mensen zouden moeten kopen, vind ik. Ja. En de goedkopere woningen voor de mensen die echt wat minder kapitaalkrachtig zijn, die mogen daar echt wat mij betreft als eerste aanspraak op maken. Ja. Ja. Je noemde hem net al, die derde ontsluiting. Mm-hmm. Dat is best wel een ding. Het is even uitgesteld. Waar moet die wat jullie betreft komen te liggen? Nou ja, dat vind ik ook nog een brug te ver. Want er zijn zoveel tracés op dit moment. Maar één ding staat voor ons als een paal boven water. En dat is dat Tiel West en het gedeelte Passewaaij loopt nu vol. Ook mm-hmm. Tiel West is een heel druk punt. Moet enorm gebouwd gaan worden. Exact, ook dat. Je ziet het nu al, hè. Grote appartementencomplexen. Dus er komen steeds meer autobewegingen bij. Dus ja, dat is één ding wat volgens ons al sowieso moet. En daarnaast, ja, een derde ontsluiting voor Passewaaij, voordat daar gebouwd gaat worden, is ook noodzakelijk. Ja. Maar ik denk dat dat nog een brug te ver is, want er eerst goed moet worden gekeken wat de voor's en tegen zijn. Worden inwoners daar voldoende bij betrokken? Want er zijn best wel mensen die ook wel kritiek hebben op hoe later gesproken wordt met hen. Ja, dat klopt. En wat je merkt, maar dat is eigenlijk telkens wel weer, dat als er onderwerpen zijn die mensen persoonlijk raken, dan springt iedereen gelijk inderdaad op de wagen en wil mee. De beste manier voor een vol gemeentehuis is een bezuinigingsronde. Dat is klaar, dat klopt, ja. Of een weg voor de deur leggen, dat werkt ook goed. Ja, nou ja, dat zie je nu. En mensen worden dan wakker en die denken van, hey, wat is er gebeurd? Kijk, het is niet zo dat die weg er nu in één keer van... zomaar in één keer komt oppoppen, daar zijn we al jaren over bezig natuurlijk. Ja, ik geloof al sinds 2000 heb ik ergens gehoord. Ja, nog, volgens mij nog daarvoor of zo. Ja, dat, dus toen ik er nog niet eens bewust mee bezig exact, was. Exact, ja. Maar inwoners worden nu wakker, maar de vraag was van, worden ze voldoende betrokken of is het misschien te laat? Ja, dat denk ik niet. Het is alleen moeilijk om mensen zeg maar erbij te betrekken. En dat merk je steeds weer opnieuw. Ook vanuit de gemeente, je wil van alles. En ja, hoe krijg je de mensen bereid en betrokken bij de problematiek? Ja, vragen we misschien soms ook niet te veel van inwoners? Ja, weet ik niet. In het verleden was die betrokkenheid bij de politiek natuurlijk een stuk beter dan nu. Mm-hmm. En dat, ja, dat maar dat daar zie hebben je wel. We volksvertegenwoordigers voor gekozen uiteindelijk. U bent gekozen, ik heb misschien wel een stem bij wijze van spreken. En wilt u het voor mij gaan oplossen, heb ik misschien wel gezegd. Ja en nee, maar dan moet je wel weten wat je moet oplossen voor wie. En je kunt niet iedereen naar zin maken. Maar je wil wel natuurlijk een oplossing hebben die zo breed mogelijk gedragen is. Mm-hmm. Ja. Afstand, burgerpolitiek, daar begonnen we eigenlijk een beetje mee. Je noemt nu eigenlijk, die is ook lokaal groter geworden. Hè? Mensen die, als het misgaat, dan staan ze voorop. Maar verder blijft het dan stil. Altijd usual suspects bij avonden, zal ik maar even zeggen. Ja. Wat kan een lokale politiek nou doen om mensen weer meer naar dat gemeentehuis te krijgen en in gesprek te krijgen? Ik denk, mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Dat hoor je heel vaak. Hè? Van, oh, jullie doen toch maar wat je zelf wil en jullie luisteren toch niet naar ons. Ja, en daar zit denk ik dat omslagpunt. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze kunnen vertrouwen op hetgeen wat je met ze afspreekt. En ook eens een keer nee zeggen is ook een antwoord. Ja. Hè? Je kunt het niet iedereen naar de zin maken, nee. Maar communiceer op de juiste manier met je inwoners. Je moet die afwegingen maken. Ja.
Maar moeten jullie misschien ook niet wat meer dat gemeentehuis uit? Daar wordt altijd vergaderd. Moeten jullie niet gewoon wat meer in een wijk gaan zitten? Nou, beste mensen, kom maar vertellen. Nou ja, wij doen dat wel als politieke partij. Mm-hmm. Hè? We gaan regelmatig op locatie. We vergaderen ook echt in de wijken. Dat is ook heel leuk. Je krijgt ook een heel leuk samenspel. En je krijgt ook te horen wat er leeft in zo'n wijk. Of bij een vereniging of een stichting. Dus ja, dat is wel heel belangrijk. Dat klopt. Dus ja, daar ben ik een absoluut voorstander van. Ja. Ja. Ik noemde een jaar na de verkiezingen. Is er nou iets waarvan je zegt, nou, als ik daarnaar kijk, het afgelopen jaar hadden we niet zo moeten doen als raad? Ja, nou ja, die betrokkenheid van de inwoners. Kijk, je hebt natuurlijk ook voor corona, na corona. In corona is er best wel veel gesneuveld. En in het verleden gingen wij echt ook als raad die wijken in. He, je had een kijk in de wijk of je had een wijkschouw. En dan had je ook directe interactie met je inwoners. Ja, dat moet nu opnieuw allemaal opgestart worden. En dat gaat ook wel gebeuren, maar dat zijn maar wel de cruciale dingen. Corona is eigenlijk al een jaar voorbij, laten we eerlijk zijn. Ja, dat klopt. Vorig jaar mei is alles opgeheven. Dat klopt. We zijn een jaar verder. Ja, dat klopt. Ja, waar ligt dat dan in? Ja, ik denk ook gebrek aan handjes. Je ziet het bij onze gemeentebestuurders ook. Daar is een tekort aan mensen. Dus ja, iedereen probeert ballen omhoog te houden. En om dan een nieuwe bal erbij te vangen, dat is best lastig. Ja, dat vraagt keuzes en dat is niet altijd exact. Dit. Dan komt dit onderwerp te begrijpen. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor dit gesprek. En ik denk dat we zeker nog een keer nader met elkaar in gesprek gaan. In ieder geval bedankt voor het gesprek. Dat is goed. Dankjewel. En dit was Politiek Correct voor deze week. We zien u graag weer bij de volgende.